Wij zitten in Vendel. Best wel handig trouwens. Ontzettend leuk dat u hier allemaal en ook op gepaste afstand bij elkaar bent. Dus ik beschouw dit niet als een samenscholing, maar gewoon als dat u allemaal even een ommetje maakt. Een hele bijzondere ochtend. Koningsdag 2020 zullen wij ons geen van allen gemakkelijk vergeten, denk ik. Een Koningsdag waarin wij eigenlijk allemaal zoveel mogelijk binnen moeten blijven. Al die tradities eigenlijk een beetje opzij moeten. Dat is zo ontzettend jammer. En met dank aan het comité Koningsdag hebben we toch bedacht, en eigenlijk zij bedacht, dat we toch nog een aantal dingen kunnen doen. Een heel erg leuk woningspel, een digitale kleedjesmarkt. Ik geef toe, het is allemaal behelpen. Maar eigenlijk vind ik dit ook wel een enorm geslaagde start van de Koningsdag. Eigenlijk een heel klein geval bij u in deze mooie binnentuin. Dat we toch deze traditie een mooie start kunnen geven. Ik vind het bijzonder dat u er ook bent. Ik vind het leuk om te zien dat er vlaggen hangen. Nee, ik vind het heel bijzonder dat u zelfs de zonneschermen oranje heeft gemaakt vandaag. Dat had u niet hoeven doen, maar ik vind het toch leuk. Dit is een heel bijzondere start. Ik denk dat heel veel mensen vandaag ook vooral televisie zullen kijken om te zien wat er hier en daar wel en niet gebeurt. Heel veel op internet. Dat is niet voor iedereen een gegeven, maar gelukkig is er ook op televisie heel veel te doen. Ik vind het heel leuk dat ik even bij u mag zijn vanochtend. En wat voor mij is ook een reis. Normaal is het een hele drukke werkdag van hier naar daar. En nou is het een hele rare dag. Ik ben even vanmorgen bij u om de start van deze dag mee te maken. En dan ga ik vanmiddag nog in Soesterberg bij de Drie Eiken. Om daar voor de Drie Eiken in mijn eentje een toast uit te brengen op de koning. Toch aparte dagen. Hè? Dat moet u weten. Ik drink slechts oranje bitter op één dag in het jaar. Want ik vind het eigenlijk niet te drinken. Maar dat veel te zijn. Ik vind het ook heel leuk dat het Gilde wil meewerken om op deze gepaste wijze toch even iets te laten zien wat gemeenschapszin is. Want het Gilde is natuurlijk bij uitstek een club van, ja, het is natuurlijk een hele elitaire club. Hè. Je moet in Soest geboren zijn, je moet katholiek zijn en zo. Maar desalniettemin doet het Gilde heel veel voor de hele gemeenschap van Soest. En ook op deze manier laten ze symbolisch zien dat ze voor heel Soest zijn. En met elkaar beleven we dit dan. Het wordt opgenomen, het wordt ook vandaag weer op internet uitgezonden. Dus het is gewoon leuk om te zien dat we met elkaar toch die gemeenschap Soest vormen die zich goed aan de regels heeft gehouden tot nu toe. En dat is heel belangrijk, want als we alleen als ons beheersen in onze sociale contacten, gaat het lukken om het virus op gepaste wijze te boven te komen. Ik dank jullie in ieder geval geweldig om op deze manier deze invulling te geven. Het Gilde zou ik graag willen bedanken en ik geef het nu maar over aan de oude man. Het is voor u. Burgemeester, bedankt voor deze mooie woorden op deze bijzondere dag die we elk jaar hebben. Maar dit jaar onder deze hele bijzondere omstandigheden en in heel veel gevallen ook verdrietige en moeilijke omstandigheden. Maar wij zijn blij dat we als Gilde in staat zijn om, zeg maar, toch op deze dag, de verjaardag van onze koning, om dat met een kleine bijdrage te kunnen kunnen opvrolijken of kunnen meer volmaakt maken als wanneer er niks gebeurt. En in dat opzicht, nogmaals, wij houden alle regels houden wij in acht van anderhalve meter en afzonderlijk reizen, et cetera. En we hebben ook in de afgelopen week medegedeeld dat er geen gildefeesten zijn dit jaar, tot verdriet van heel veel mensen.
maar vandaag staat de verjaardag van de koning centraal. We hebben de burgemeester hier in ons midden. Als de koning hier zou zijn, aanwezig zou zijn, dan zouden we om de band met het koningshuis zeg maar aan te geven, zouden we de koning overwendelen. Maar wij zien de burgemeester vandaag een beetje als de vervanger van de koning. Dus... Nou, dan zal ik iets speciaals doen. Zoals u misschien wel of niet weet, heeft deze penning van de burgemeesters keken twee kanten. De kant met het wapen van Soesterop en de andere kant is de kant met het wapen van de koning erop. En dan zal ik die voordraaien, omdat ik dan namens hem dit over verder in ontvangst mag nemen. Nou, om die band aan te geven, zal onze vaandeldrager zal ons overvendelen. En daarna zullen onze vendeliers nog een korte vendelgroet brengen. En die vendelgroet, die verbeeldt in de historie, in de traditie, de strijd dan tussen Sint Joris en de draak. Dus zeg maar het goede en het kwade. Nou, die strijd hebben we in deze tijd eigenlijk ook rondom het virus. En laten we hopen, niet, want dat moet je toch meer symbolisch zien, niet door de strijd tussen Sint Joris en de draak, maar dat we met z'n allen het kwade weten te overwinnen. En daar wens ik ons allen veel succes. Van de lees, presenteer Vendel. Vader Ritsva.
Robbie.